140 jaar geleden stonden hier ook twee mensen in dit pand. Hendrik van Ruiten en Catharina Helena Lommersen. Ik denk dat maar net getrouwd. Ze zouden hier later 9 kinderen krijgen. In deze woning met stellingschuur die ze toen hadden denk neer laten zetten of hadden betrokken. Ik weet niet of we weer ze toen hadden, maar dit is buiten regent het, maar hier is het behagelijk warm. Ik moet zeggen, dit pand straalt een en al warmte uit. Na dat echtpaar is er nog een ander echtpaar ingetrokken. Dat was Matthäus Johannes van Ruiten met Quirina Huberta Pennings. Daar hebben jullie een mooie foto van in het huis hangen. Daarna ben ik nog achter twee namen gekomen. Ik had gebeld met Jan Heemskerk. En die had het over Piet en Arie van Ruiten. Die hier ook nog, ja, ik denk geboerd hebben. Zo staat het allemaal een beetje in het, zeg maar, bloemenvak eigenlijk. Daarna, via jullie heb ik gehoord gekregen dat hier in 1999 hebben, even kijken, Marco Gort en Ilona van den Berg hebben dit pand, zeg maar, onder handen genomen, gerenoveerd. Met heel veel respect voor oude onderdelen. Ik heb zelfs gehoord dat hij op zoek is gegaan naar, als er stenen in de buitenmuur vervangen moesten worden, dat hij zelfs ook originele stenen die prima pasten bij dit gebouw. Dus ze hebben originele zaken zoals, zeg maar, de kelder, heb ik gezien. Ik heb naar de balken, zeg maar, de opkamer, de schuifpui of de schuifluiken eigenlijk. Heb ik nog naar geïnformeerd bij Ignus Maas. En die zei, in de 18e, 19e eeuw was deze vorm, zeg maar, van zonwering binnen, was gebruikelijk. Dus het is niet eens zo raar dat het in het pand staat. Jan Heemskerk bevestigde dat zelf bij mij. Dus wat dat betreft zijn dat onderdelen waarvan wij als vereniging zeggen, ja, het pand, onopvallend, maar heel opvallend is zijn bescheidenheid, ja, is uitstraling, maar, en opvallend in alle kenmerken die we uit het verleden, zeg maar, nog zijn tegengekomen. En jullie, als nieuwe bewoners in 2010, heb ik begrepen, eigenlijk hebben behouden als respect voor de historie, maar ook waarschijnlijk omdat jullie het leuk vonden en mooi vonden om nog die onderdelen in huis beschikbaar te hebben. Dat is echt voor ons de reden geweest. We hebben samen overlegd met elkaar, met onze werkgroep. Met Helmi, met Huub, met Peter. En dacht, ja, maar hier kunnen wij niet meer omheen. Dit is zo, eigenlijk zo'n uniek pand met unieke onderdelen. Dit pand verdient voor 2021 de Frits Treffers-penning. En dan geef ik even een stokje over aan Huub. Dat we deze krijgen. Wij wonen hier met ongelooflijk veel plezier. Ja. En ja, wij vielen op het huis juist omdat het zo in oorspronkelijke staat is gehouden. Ja, en de mensen die hiervoor hebben gewoond hebben dat fantastisch gedaan. En ja, toen wij hier de eerste keer kwamen kijken, waren we eigenlijk gelijk weg van het huis. Dus we zijn ook heel blij dat we het uiteindelijk, dat we er nu al ruim 10 jaar wonen. En, ja. Ja, kun je je voorstellen, aan de achterkant staat dat MG, dat staat voor markante gebouwen. Dit jaar zijn er markante gebouwen. Dit is echt ook een markant gebouw. En zeker als het 140 jaar bewaard is gebleven. Dat is gewoon prachtig. Peter, ja. Heeft ook nog wat? Bij de penning hoort natuurlijk ook een oorkonde. Zal ik die aanpakken? Ja. Hartstikke mooi. Ik geef een beetje toch even het verhaal weer. Ja. De lijn, de markante gebouwen, de penning erop. Stukje verhaal en tekens. Je kunt er ook een mooi plekje neerhouden. Ja, hartstikke leuk. Gaan we zeker doen. Ja, dus jullie van harte. Nou, het is een eer om dit in ontvangst te mogen nemen. En nou ja, goed, je hebt net al gezegd, we wonen met ontzettend veel plezier. Ja. En ja, dit is toch een hele leuke verrassing die erbij is gekomen. Dus bedankt. Geniet ervan. Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, nu de kerst op de taart. Ja, ja. Absoluut. Ja. Nou, en het bloemetje, dat is gewoon ja, een beetje ja, super, geniet u wel, hartstikke ja. Leuk. En ik hoop dat alles een leuke plaats krijgt. Ja, zeker ja, weten. Ja, absoluut. Nou, dan is nu tijd voor drank, denk ik. Nou, ik wil nog graag een foto voor in de krant hebben. Oké. Nou, ik weet niet, in deze tijd niet zinnig om bij elkaar te gaan staan. Ga niet dat we daar weer... Belangrijk is dat we dat vinden. Nou, dan maak je een foto van jullie zo met bloem en de penning.
Verder niemand erbij? Zeg je? Verder niemand erbij, weet je twee? Ja, nou. Ja, toch? Maar, hè? Ja, Jos, als jij nou op afstand even voor de foto de penning geeft of zo, een beetje een actiefotootje om samen vast te houden. Als je allebei gestrekte armen hebt, moet dat 1,5 meter zijn. Zo dus, goed? Ja, dan nou, is nog geen 5 uur morgen. Maar zondag. Hè? Zondag, ja. Ja. Nee, nog maar eens verder hoor. Nee. Nee. Kijk. Ja, ja, ik denk dat. Dus, hij geeft Truus en Frans van der Veld. Ja, man geeft je op videokopje zou ik ook dat hij erop staat. Dat mag het ook doen. Ben je dat nou? Ja, hij geeft er een op. Wat geeft hij aan? Hier wel, videokopje zou. En dit hoort bij geen Reiner. Ja, we hebben geen verhuisplannen. Je geeft hem over naar de toekomst. Ja, ik snap het.